Maria inpakken in Donald Duck. Dat is toch raar. Lijkt misschien raar, maar misschien vindt ze het wel prettig. Dit zijn de voorbereidingen voor de werkzaamheden die binnenkort in aanvang nemen. En dat geeft ontzettend veel stof. En om onze kunstschatten te bewaren, dekken we het dus af. En heb je voldoende dekbedden en hoeslagers? Als we echt alles in willen pakken wat we in willen pakken, dan heb ik er nog een 100-tal nodig. En hoe lang ben je al aan het inpakken? Vanaf 30 november. En wanneer wil je klaar zijn? Over een paar weken. Maar de kerk is al eerder gerestaureerd. Is toen ook alles ingepakt? Toen de grote verbouwingen begonnen in 2007... toen is hier een aannemer gekomen en die heeft incidenteel ook zaken ingepakt, maar dan op een bouwvakkersmanier. En ik moest dan eraan schoonmaken. En straks ook weer, dus ik weet waar ik op moet letten. Dit gedeelte blijft dus kerk. En de ruimte helemaal achter mij, links en rechts, dat wordt een multiculturele functie. Dus de kerk wordt kleiner? De kerk wordt kleiner. Eerst komen er 2000 mensen in. Ja, maar dat is er van voor de oorlog, denk ik. En nu? Ik denk dat we het terug kunnen halen tot ongeveer 600. Maar de kerkbanken blijven? Kerkbanken blijven. Nou, met lakens en niet met gewoon plastic? Nou ja, plastic is makkelijk te kopen bij de Boerenbond. Maar dat neemt het stof niet op. Dat gaat er allemaal langs af. En als ik straks het plastic kan gaan verwijderen, dan waren het stof overal naartoe. Punt 1 is zijn lakens, dat de stof beter tegen het vocht. En je pakt ze voorzichtig op en je klopt ze buiten uit. Meneer Pastoor, wanneer gaat de kerk weer open? Het eerste kwartaal 2015. En dan gaat hij weer in volle glorie werken en wordt hier weer iets moois van gemaakt. Maar dit is de fabrikantenkerk van Tilburg? Ja, dat klopt. Dus de grote panden in de straat zijn nu allemaal ingenomen door instellingen. En mensen weer een kleinere beurs dan toen de fabrikanten waren. Maar al die heiligen ingepakt te zien, doet dat zeer? Klein beetje ja, maar nee, omdat van de andere kant we weten dat het eerste kwartaal de kerk weer open gaat en dat alles weer gaat schijnen zoals het hoort. En wat is nu de grootste wens? Geld om alles af te maken. Wat wilt u nog bereiken? Wat ik wil bereiken, dat deze kerk dus weer vol komt zitten met mensen die iets met deze parochie hebben, met deze kerkgebouw. En een nieuwe kapel? We willen hier onder de zangzolder een nieuwe dagkapel gaan maken. En met de verering voor Pirke Donders, de stadsheilige, zalige nog maar in ieder geval de man die heel veel betekent voor de stad. En Maria, de moeder van alle christenen. En daar willen we dus mensen de dagkapel openstellen, zodat mensen overdag een kaarsje kunnen komen aansteken.